Terwijl ze verder reden, klonk er een hoog gezoem. De meedogenloze drogers, zei mama. Maar Storm hoorde haar niet. Hij zat nog helemaal met zijn gedachten bij wat hij net had gezien. Een ridder. Een echte ridder. Met alles erop en eraan. Precies zoals de ridders van tv. Wat deed die in de autowasstraat? Storm had niet eens in de gaten dat de auto naar buiten reed. Het daglicht in. Even betalen, zei mama. Ze stonden stil naast een heel klein loketje waar een meneer met een blauwe pet achter een raampje stond. Hij had een grote bruine snor en rookte een sigaar. De rook vulde het hele hokje, zodat ze de meneer nog maar net konden zien. Hij droeg een grijs, groezelig jasje met een naamplaatje op zijn borst. Aard stond erop. Dat moest de baas van de autowasstraat zijn. Storm stootte zijn moeder aan. Je moet het hem zeggen van de jongen en de ridder. Mama schoof wat geld door de gleuf onder het raampje en vroeg: kan het kloppen dat er een jongetje rondloopt in de wasstraat? Aard leek even diep na te denken, terwijl hij een flinke trek van zijn sigaar nam. Oh, zei hij toen met zware stem en blies een rookwolk tegen de ruit. Dat moet mijn nichtje zijn geweest. De rook ontsnapte door de gaatjes in het raam en ging in kronkelige sliertjes de lucht in. Een meisje? Storm fronste. Hij had toch echt een jongen gezien? Dan zal het wel goed zijn, zei mama. Tot ziens. En ze drukte op het knopje om het raam dicht te doen. Maar Storm hield haar nog net op tijd tegen. En een paard, riep hij. Er is daar een paard met een ridder. Aard wilde net een nieuwe trek van zijn sigaar nemen, maar hield abrupt op. Zo, zei hij bedachtzaam. Een paard. Storm voelde dat hij rode wangen kreeg. Ja, en er zat een ridder op, met een zwaard. Aard knikte. Juist hem. Een paard, met een ridder, met een zwaard. En hij begon bulderend te lachen, waardoor de grote rimpels in zijn gezicht kwamen en zijn snor omhoog wipte. Helemaal zijn neus in leek het. Maar Storm zag dat zijn ogen niet meelachten. Die keken hem onderzoekend aan. Excuus, zei mama glimlachend. Mijn zoon zal het wel verkeerd gezien hebben. Aard maakte zijn blik los van Storm. Geef niks, mevrouwtje. Een beetje fantasie, dat hoort erbij. En hij ging verder met het roken van zijn sigaar. Storm wilde nog roepen dat hij het niet had verzonnen, dat hij het echt gezien had. Maar het autoraampje was al dicht en ze reden weg. Toen hij achterom keek, was Aard niet meer te zien. Wel dwarrelde er rook omhoog vanuit het loketje.